Onder de Habsburgers was Mechelen de onbetwiste parel der Lage Landen. Jan de Smet zag het levenslicht op 7 februari 1905 als zoon van Henri de Smet, muzikus, en Florentine Wichers en kreeg als voornamen Jan Frans Willemburg. Daar zijn verspreide familienaam tot verwarring kon leiden, heeft hij in zijn laatste levensmaanden, tussen april en augustus 1954, toen hij de kracht uit zijn lichaam voelde wegkwijnen, waar het hem mogelijk was, traag en vol toewijding, de initialen VM, dit is van Mechelen, aan zijn handtekening toegevoegd. In 24 verzen brengt de fijnzinnige dichter Anton van Wilderode een treffende synthese van het oeuvre van Jan de Smet van Mechelen. Het huis nog vol van u. Gij zijt aanwezig in alle kamers, gelijk luchtkastelen gestapeld op elkaar, met evenvele doeken van duur ononderbroken bezig. De zee is hier, die gij in Blankenbergen ontzaglijk hebt gezien, de waterdalen die zich in blauw en groen intens herhalen tot aan de branding, uitgestort als sterven. De dingen binnenskamers, tederheden zonder tragiek, van tripfluweel en zijde zachte verbeeldingen en jaargetijden vol ingekeerdheid tegemoet getreden. Maar meest en liefst uw vrouw, uw zoon, en beiden in mijmeringen innig ingetogen, een waas van weemoed in de ronde ogen, als rond een kleine nachtwolk aan het glijden. Zo kijkt gij op uw trage zelfportretten 11 maal naar ons, een glimlach onderwege en lieve woorden niettemin verzwegen op lippen die zich tegen pijn verzetten. Het huis, doorzichtig als verglaasde muren, alleen bewoonbaar door gelijkgezinden die u aan alle wanden wedervinden, gelijk gij waart en zijt en voort zult duren. Bij beeldhouwer Henri van Perk, wiens beeld Kind met hond in de Mechelse kruidtuin staat, behaalde hij in 1928 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Mechelen in de klas voor beeldboetseren de eerste prijs en de prijs Jan-Willem Rozier. Uit die periode dateren Achille Goris en Elmore Goris, halfbroers van Jan de Smet, en Nolleke, waarmee hij in 1929 voor het eerst aan een collectieve tentoonstelling deelnam. Zijn vroegst gekende schilderijen dagtekenen uit 1930. Eerste zelfportret en Stilleven met dahlia's, zijn eerste bloemstuk, getuigen van zijn zin voor sobere compositie. In april van dat jaar had hij met Camilla van Peterhem, Millie in de Huiskring, kennis aangeknoopt. Zij ook volgde de lessen aan de Mechelse Academie bij directeur Gustaaf van de Woestijnen en Henri van Perk. Jan bracht haar op paneel in Millie met de gele jumper. In de nazomer verbleef hij met de familie van zijn verloofde te Blankenbergen. Van daaruit werd een uitstap naar een pittig polderdorp gemaakt en alzo ontstond Gezicht op Lissewegen. Het is het eerste werkstuk van de kunstschilder buiten het atelier, in open lucht. Hij geeft er duidelijk blijk van een kleurrijk, gedurfd, genuanceerd palet en van een eigen, indringende visie. Van bij de aanvang had Jan de Smet een bijzonder gevoel voor lichtval. Van 1930 tot 1934 veroverde hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brussel 6 eerste prijzen en was hij 14 maal laureaat.
Hij genoot er uitstekend onderwijs bij Victor Rousseau, de toenmalige directeur, Égide Rombaud, wiens standbeeld van kardinaal Mercier zich naast de Sint-Michielskathedraal bevindt, en bij Henri van Halen, waar academiemodel en jong paar tot stand kwamen. In de jaren 30 bracht Jan de Smet verscheidene stillevens op doek. Hiegelei, ossehaas, radijzen, Savoy, nu in het museum Busleiden, stilleven met bloemkool, Mechelse asperges, en de fel geprezen aardappelschilster uit 1937, waaruit blijkt dat hij, in tegenstelling met zijn tijdgenoten animisten, amper met het expressionisme voeling had. Op 30 januari 1936 kreeg de jonge, talentvolle kunstenaar van de Mechelse magistraat de opdracht een bronzen gedenkplaat met het hoofd van wijlen koning Albert uit te voeren. Zij prijkt nog steeds in de trapzaal van het stadhuis. In de jaren 30 was hij meer dan eens te Middelburg, op het eiland Walcheren, bij zijn halfzuster Aline met vakantie. Zijn voorliefde ging naar de noordelijk gelegen gemeente Veere en het omliggende Zeeuwse landschap, dat hij meermalen op paneel bracht en zelfs in het atelier vergrootte, zoals panorama te Veere en kanaal op Walcheren. Dadelijk wordt men door de felle, opgewekte kleuren getroffen. Zij werden ongetwijfeld met blij gemoed gepenseeld. Daar waar Jan de Smet voor zijn landschappen overwegend naar een helder en vrolijk coloriet heeft gegrepen, benaderde hij de menselijke figuur vrij vaak vanuit een sombere levensvisie. En zijn kleurenkeuze hield daarmee uiteraard verband. Het zelfportret met witte hemdskraag werd in een kwartier gerealiseerd. Omstreeks die tijd boetseerde hij zichzelf als wilskracht en ontstonden de opmerkelijke portretten van zijn geliefde en door tegenspoed gelouterde moeder, waarbij het vers van Jan Hendrik Leopold nazindert: ik voel een wrang verdriet in alles. Hem boeide de psychologische geladenheid in het portret. Het decorum moest wijken voor de uitdrukking van het gemoed, de anima. De titels zijn sprekend: overpeinzing, melancholie en het aangrijpende vrouwenhoofd, waarin Maurits Bilke terecht een brok verdriet vermoedde. Ook de omringende dingen en de natuur werden vol bezieling op doek gebracht of uit klei gekneed. En zo situeerde de kunstkritiek Jan de Smet lang na zijn dood in het zogenaamde animisme, in de omgeving van de ontroerende Albert van Dijk, schepper van Gusta, en de subtiele Charles Leplat, waarvan een danseresje. In een Europees perspectief denken we ook onder meer aan de Zwitser Karl Geiser, waarvan Knaap met hond en Meisje met schort, of aan de Hollandse Charlotte van Palland, die het hoofd van Adriaan Roland Holst boetseerde, zo verwant met de Smets verdriet. Eind van de jaren 30 kwamen grote beelden tot stand, als de stijlvolle baadster en het leven tegemoet, een jong meisje vol blijde levensverwachting. U hoort nu de getuigenissen van Rick Bourguignon en Staf Weitz. Toen ik na mijn terugkeer uit Parijs
aangezocht werd om lid te worden van de beheerraad van de coöperatieve artistiek te Brussel, leerde ik al spoedig Jan de Smet kennen, die regelmatig in het magazijn van die coöperatieve materiaal kwam kopen voor artistiek gebruik. Met ons is hij dadelijk akkoord geweest om er een informatiebureau op te richten voor kunstenaars. Met ons is hij meermaals naar vergaderingen geweest van de Lanterne Sourde, een soort studiekring die regelmatig symposia hield, veelal onder leiding van Victor en Pierre Bourgeois. Lid zijnde van de Nationale Federatie van Kunstschilders en Beeldhouwers van België, heeft hij ook al dadelijk het idee goedgekeurd van de inrichting van grote gezamenlijke tentoonstellingen. De eerste, het eerste decembersalon, had plaats in de musea van het Jubelpark te Brussel, en het tweede ging een jaar later in de musea van de Regentschapstraat. Ik heb Jan de Smet vooral gekend tijdens de oorlog en eventjes voor de oorlog. Wij woonden niet ver van elkaar en wij waren betrekkelijk goed bevriend. Het was mij altijd een groot genoegen in zijn atelier te mogen vertoeven, waar ik dan mocht kijken naar al het werk dat hij deed zingen, waar hij soms ook bezig was met werk, wat mij bijzonder interesseerde. Jan de Smet was een even knap schilder dan dat hij beeldhouwer was. Hij heeft voor mij het kopje gemaakt van mijn zoon, Dries. En ook van mijzelf heeft hij een buste geboetseerd. Ik meen te mogen zeggen dat vooral dat bustje van bijzonder gehalte is, want Neste Wijnands, die toch een groot beeldhouwer was, heeft het ooit gezien en dan gezegd dat het zeer, zeer gevoelig geboetseerd was en dat het wel een stukje was om mee te dingen in een prijs. De Smet was in Mechelen zeer graag gezien. Dat was ook niet te verwonderen. Hij was een zeer zachtaardig mens, minzaam, schuchter, die zich nooit aanstelde, die wel wist wat hij wilde, maar en die voortdeed om altijd maar beter te doen. Ik herinner mij dat de gebroeders Verscharen, Theo en Bart, dat zij Jan de Smet beschouwden als de meest talentvolle van de jongere generatie in Mechelen. En wanneer zij dat beweerden, betekende dat iets. Dat is trouwens ook zo. Het is natuurlijk erg jammer dat Jan de Smet ons zo vroegtijdig heeft moeten verlaten. Maar wat hij ons heeft nagelaten is toch voldoende om te zeggen dat hij voor Vlaanderen iets verwezenlijkt heeft. En om te erkennen dat hij een naam heeft die in de schilderkunst zou moeten bevestigd blijven. Maar meest en liefst, uw vrouw. Op 10 mei 1939 trad Jan de Smet in het huwelijk met Camilla van Peteghem, wier aristocratisch portret Herman Teirlinck zozeer bekoorde bij zijn bezoek aan het atelier. Zijn vrouw was een uitverkoren model. Wij zien haar bij de haard, al lezend, ook in close-up. Of voor de spiegel, een paneel dat Lydia Schoonbaard aan Breitner doet denken. En in opschik, serene naakte van een intimist in tegenstelling met het sensualisme van impressionisme en expressionisme.
In 1979 boetseerde Camille van Peterhem de gedenkplaat die ter herinnering aan hun verblijf in dit huis van 1939 tot 1952 aan deze VDR-begevel werd aangebracht. Jan de Smet was een bijzonder toegewijd echtgenoot en vader. Op 28 augustus 1941 zag zijn zoon Rafael het levenslicht. Sinds 2 jaar tekenleraar aan de Mechelse Academie vereeuwigde hij de boorling dag na dag met potlood en houtskool. In de jaren 1942 en 1943 had de kleine peuter goede melk nodig en moedig, door de nood gedwongen, fietste hij kilometers ver naar het Heike, een gehucht van Hombeek. Daar haalde hij verse melk in de boerderij, waarvan hij de stal schilderde. Met penseel en klei vereeuwigde hij met volle overgave zijn zoontje. Hier is het vers van Jeff de Belder van toepassing. Al wat hij schildert zit vol kleurendrift, ademt en leeft. Zelfportret met hoed, waarbij de woorden van Maurice Gilliams beklijven: ik ben een auteur van kleirobscure zelfportretten. Het ligt in mijn bestemming, naar het voorbeeld van Rembrandt, de genealogie van mijn levenspijn te exploreren, te identificeren, responsabel voor mijn intieme belevingen. Geheel de oorlog vreesde de overgevoelige kunstenaar mogelijk onheil. De bezetting was een vruchtbare tijd voor dichters, schrijvers en kunstenaars, die in de beslotenheid van hun werkkamer of hun atelier hun scheppingsdrang konden uitleven. De Smet schiep een groot aantal ontroerende, intimistische werken, waarin zijn vriend Stafwijts de innerlijke bewogenheid van het eigen hart onderkende. En volgens Jeff Contrein zijn al zijn doeken en zijn beelden een spiegel waarin je een getormenteerde mens en kunstenaar trouw kunt volgen. Stralen van vreugde op overwonnen zorgen en de voortdurende aanwezigheid van een met hem vergroeide melancholie. Uit de eerste naoorlogse periode dateren de kruidtuingezichten. Na die harde jaren doet die oase van rust in de stad aan een bevrijd levensgevoel denken. In Kruidtuin met Hanswijktorentje en Kruidtuin te Mechelen is de kleurbehandeling nog genuanceerder dan voor de wereldbrand. Intussen was zijn talent tot volle rijpheid gekomen. Hiervan getuigen uit die jaren ook zijn gezichten van de Neten te Walum, de Zenne te Hombeek, de Deilen te Mechelen en te Muizen. Zondags fietste hij geregeld met vrouw en zoon langs de waterlopen naar de buiten. In de loop van de week ging hij alleen een pittoresk landschap schilderen. Vanaf 1945 bracht hij met zijn gezin jaarlijks een vakantie aan zee door. Geconfronteerd met het oerelement creëerde hij er menige marine. Het is wel merkwaardig dat hij, die zo van de zee hield, in de jaren 30 geen enkel zeegezicht vervaardigde. In de augustusmaanden van 1945 en 1946 verbleef hij te Blankenbergen. Zoals andere badgasten ging hij soms in het achterland kuieren. Zo ontstond in 1945 zondagnamiddag de Lisseweg. De rust van de velden met hooimijten wordt alleen door het immer variërende spel van zon en wolken verstoord.
Bij de vergroting in het atelier vormt elk gedeelte een miniatuur op zichzelf. Op de duinen te Blankenbergen schilderde hij in augustus 1946 een gezicht op Uitkerken. De kleurtonaliteiten zijn bijzonder geslaagd. In augustus 1947 logeerde hij met vrouw en kind op een hoeve te Lombardzijde, waar hij het Dorse tot onderwerp koos. Daar ook trokken twee hoeven in polderlandschap zijn aandacht. Bijna dagelijks ging hij ongestoord de zonsondergang schilderen, toen de weinige vakantiegangers het avondmaal gebruikten. Intussen groeide de kleine Raphaël een beetje in wijsheid en veel in jaren. Als leraar tekenen schiep de Smet een aantal karaktervolle koppen van bejaarden die 's avonds van 6 tot 8 uur in de Mechelse Academie kwamen poseren. Mevrouw Hilda Gillis van der Linde, oud-leerling. Jan de Smet was een stille, bescheiden man. Zijn onderricht was grondig en degelijk. Veeleisend, ongenadig zelfs wat werk en kennis betreft. En tegelijk met een diep respect voor het eigen van ieder tekenwijze. Hij had aandacht voor alle en voor elk afzonderlijk. Gaf richtlijnen op zijn eigen rustige en bedachtzame manier. Maar ik heb hem nooit zelf aan iemands werk weten raken. Hij leerde ons enorm veel en gunde ons de vrijheid onszelf te blijven. Daarvoor zijn we hem dankbaar. Als volwaardig portretist ging Jan de Smet van Mechelen gestadig zijn weg. Bij het portretteren van zijn vrouw onderscheidde dokter Marguerite Kasteels 4 facetten. Het statieportret, Camilla met ivoren waaier, het portret als portret, Camilla met koningsblauw fichu, of de gevoelige houtskooltekeningen. Het naakt en het genreportret. Als voor het venster, dat een vers van Jeff de Belder oproept. Een laatste zonnestraal brengt weemoed in de kamer. Op het einde van de jaren 40 kwamen verscheidene intimistische tafereeltjes tot stand, waarin hij zijn vrouw als huisvrouw en moeder uitbeeldde. Samen met zoon Raf vormde zij de geborgenheid van de huiskring, wat Anton van Wilderode zo treffend het stille rijk van zijn gezin noemde. In de huiskring werd er vaak gemusiceerd. Van zijn opgroeiend zoontje maakte hij een portrettengalerij. Raf met blauwe matrozenmuts, Raf met beige matrozenmuts, met politiehelm, als vliegenier, of met cowboyhoed. Raf met strohoed inspireerde Pieter Geert Bukkings tot het gedicht Een reisgezel voor Raphaël. Reeds voor de zee gereed, een ronde zonhoed, kopergeel omzoomd met zacht blauw lint.
een vlekkeloze hand, strooit uit een schilderdoos verloren voorjaarskleuren op uw kin en keel. Rood als een kamerroos verbergt uw kinderhemd het immer snelle roepen van uw bloed. En wat beroert uw mond waarop ik prinselijke woorden raad? Uw ogen keren nederwaarts, alsof gij luistert naar een lieflijk gebed. En nu, na zoveel tijd, nu gij een man geworden zijt, trilt bijna hoorbaar in uw stem het vers van Marnix Gijzenaar. Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid. Zoals in alle scheppingen van Jan de Smet, die een eenzame, trotse geest was, valt ook in zijn plastiek de voorname vormverfijning op. Voor René Turcrie getuigt zijn beeldhouwwerk van een ontroerende waarachtigheid en een beheerste sensibiliteit. Tijdens een reis naar Zwitserland in 1948 stond hij vol bewondering voor het overweldigende berglandschap. Hij gaf er blijk van een onbegrensde werklust. In een achttal dagen die hij in de streek van Murren doorbracht, verwezenlijkte hij tientallen aquarellen en potloodschetsen. Benevens de hotelgasten, de medereizigers in trein, boot of tandradwagen, heeft hij dikwijls oog voor het landschap gehad. Zowel voor de eiger als voor de wetterhorm. Voor het Tunnermeer als voor het Briensermeer. Voor alpengezichten te Grindelwald, Interlaken, Murren of op de Chinooke platten. In totaal realiseerde hij 4 schilderijen, waaronder het Grisaille in Tandradwagen, naar ter plaatse genomen schetsen. Terecht sprak professor Dr. Guy Delmarcel over een reeks merkwaardige aquarellen met alpengezichten. In tegenstelling tot zijn gewone voorkeur voor lichtdonker taferelen, voert de Smet hier een ware kleurensymfonie uit, waarin de vlotte tekening gepaard gaat met een explosie van heldere, onversneden natuurtinten. In augustus 1949, tijdens een verblijf te Knokke, schilderde hij een plezierig tafereeltje bij moeder Siska, waar de ouders onder het lover rustig koffie drinken, terwijl de kinderen in de speeltuin op de touwtrap zitten of van de toboggan glijden. Wij staan hier zeer ver van de getormenteerde zelfportretten of de onheilspellende zeegezichten, samen met Zeedijk de Knokke. Strandgezicht de Knokke. Zwemmers. Kermis. En in de tuin vormt het tableau een pauze in het oeuvre van de Smet. Uit Nederland, Denemarken en Duitsland bracht hij slechts croquis mee. In 1951 heeft hij onvermoeid geschetst in de gehuchten Battelnekkerspoel, Vrijbroek, de randgemeente van Mechelen, Hombeek, Muizen, Rijmenam, en soms geschilderd. Zo ontstond Mechels Vrijbroek,
De compositie mint uit door vormbeheersing en kleurgevoel. Met eenvoudige middelen worden we sterk bij het gegeven betrokken. Vrijbroekpark biedt een gezicht op een kronkelende laan. Vooraan rechts prijkt een poëtische treurwilg. Daar hij het anekdotische vermeed, heeft Jan de Smet van Mechelen bijna geen stadsgezichten geschilderd. Nochtans bracht hij als afscheidsgroet de Onze Lieve Vrouwstraat op papier en doek in 1952, kort voor hij zijn woning aan de Battelse Steenweg opnieuw betrok. De zonnig en verlaten straat roept Provençaalse reminiscenties op. Met nostalgie schilderde hij het blauwe salon om er een blijvende herinnering aan te bewaren. Omwille van de dijkbreuk van de Deilen op 1 februari 1953 stonden zijn salons en ateliers op de Battelse Steenweg onder water. En het jaar nadien werd de kunstenaar op 17 september 1954 door de dood voor immer weggemaaid. Wat hij 5 jaar voordien reeds in een droom had ervaren. In 1977 werd het internationaal genootschap Vrienden van Jan de Smet opgericht. Baron Floch Peters, sinds 1923 organist titularis van de Sint-Rombouts-kathedraal, is er de voorzitter van. Over Jan de Smet schreef Frans Hellens: in de diepte van zijn doeken ontwaart de beschouwer het voorgevoel van de storm, zoals verre lichten in de schemering het losbarsten van natuurkrachten aankondigen. Volgens professor Dr. Philippe Reniers van de Vrije Universiteit te Brussel is het veelzijdige oeuvre van Jan de Smet een eigen zoeken en experimenteren, waar een diepe melancholie van uitstraalt. In de interieurs is er een openheid. Zij geven inderdaad geen beschrijving van dingen en mensen, naar een lichtatmosfeer, een vorm van zeer broos zijn in de wereld. En in de marines is er een intimiteit, een inzijn, in het al van vuur, lucht, water. Het oeuvre blijft keer op keer wezenlijk. Het lichtgebeuren is essentieel. Hoopgevende kunst, ondanks of juist door haar melancholie, die het gevoel geeft dat het licht gewacht heeft op onze droefheid om te verschijnen.